Hallo dames en heren op Super Gameplay. Tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op dit kanaal. Vandaag gaan wij DutchTuber Lucky Skyblock hashtag 4 kijken. 99% ongeluk. Like deze video massaal. En like ook als je een fan bent van DutchTuber. Dat ben ik ook. Maar laat het maar. En 3, 2, 1. Oké, we gaan kijken. Comments gekeken en ik zag super veel mensen tegen mij zeggen: Job, wanneer begin je nou eindelijk aan het maken van de Wall of Fame? Wanneer kunnen wij. Ja, ik wil daar eigenlijk ook op. Kom op, Job, ik wil er ook op. Nou eigenlijk de kans krijgen om een plekje te krijgen met onze naam in jouw Minecraft wereld. Nou jongens, ik heb dus nogmaals goed nieuws. Ik heb het namelijk voor jullie kunnen regelen. Ik heb hier een plek waar ik vanaf nu de Lucky Box ga openmaken. Een soort van een testpaneel waar ik dus eigenlijk gewoon, of ja, paneelplatform eigenlijk. Waar ik dus de Lucky Box openmaak en de loot eruit haal om vervolgens. Ik ga proberen deze hele aflevering niks te zeggen. Daar zo een mooi koninkrijk op te bouwen met alleen de spullen die uiteraard op Lucky Blocks komen. En dan heb ik hier een platform met een mooie muur waar dus allemaal bordjes op staan. En dat is dus eigenlijk als het ware de Wall of Fame. Het is heel simpel. Wat moet jij doen om hier met jouw naam op te komen? Dat zijn eigenlijk maar 3 dingen. 1. Je moet geabonneerd zijn op mijn YouTube kanaal. 2. Je moet een blauw duimpje omhoog hebben gedaan. Omhoog hebben gedaan op deze video. En 3. Je moet een leuke reactie hieronder achterlaten zodat ik jouw YouTube kanaalnaam kan zien. Weet dat je geabonneerd bent en ik dus jouw naam eventueel de volgende aflevering daarop kan zetten. Nou, dat is helemaal cool, dat is helemaal prima, dat is helemaal Gucci. En laten we beginnen, man. Ik ben weer ready, back in the building. De vorige aflevering hebben wij het Lucky Block huis gemaakt, wat jullie daar kunnen zien. Kun je trouwens ook een Lucky Block oppakken met die gun? Maar dat kan ook. Oké, het is wel een beetje zonde van je Lucky Blocks, dat kun je beter niet doen, maar het kan in ieder geval, dan weten we dat. Oeh, dat is een heel mooi begin voor deze aflevering, jongens. Een Lucky Block tempel. Dat betekent, oh shit, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Nu heb ik eigenlijk gelijk al een gat in mijn nieuwe testplatform zitten. Dat is wel iets minder, to be honest, maar hey, het kan natuurlijk altijd slechter. Nou, we nemen al deze blokken even mee, want die gaan we namelijk nodig hebben om het platform daar zo uit te breiden. Of om eventueel een het begin mee te maken van een nieuw huisje. Want ja, we mogen dus alleen maar bouwen met de dingen die we krijgen uit de Lucky Blocks. En uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat we een zo groot mogelijk platform hebben. Met dus zoveel mogelijk bouwwerken erop. Maar eerst ga ik even wat spullen wegdoen, want oh my god, wat heb ik veel spullen gekregen. Jongens, dat is echt niet normaal. Dan ga ik even de bouwblokken erbij pakken. Deze mag ik eigenlijk niet gebruiken, want die waren eigenlijk de vorige aflevering ingespand. Dus weet je wat ik daarmee doe? Die gooi ik ook maar even out of the world. En ik weet dat jullie het niet leuk vinden als ik cheat. Dus hoppakeetje, weg ermee jongens. No cheating allowed. Nou, dit gaat allemaal weg jongens, hoppakee. We pakken dus de bouwblokken erbij. Die hebben we namelijk allemaal nodig. Zo, kijk eens aan. En dan gaan we hiermee even snel ons platform uitbreiden. Het is natuurlijk de bedoeling dat we uiteindelijk een zo groot mogelijk platform krijgen. Ik denk dat ik deze keer het platform deze kant op ga uitbreiden. Dat lijkt mij tenminste een relatief goed idee. Dus dan doe ik het zo. Kijk eens aan. En dan maken we hem gewoon op deze manier. Weet je, maken we hem niet te lang en te breed, want dat is misschien een beetje overdreven. Maar dan houden we het gewoon een beetje in het midden, you know. Doen we het op deze manier. Kijk jongens, dat ziet er helemaal prima uit. En dan gaan we eens even kijken. Jongens, kijk eens aan. Dit is helemaal te gek. En dan deze hier. En dan deze hier. Zodat het nog. Weet je, laten we ons glas ook gelijk opmaken. Ik bedoel, we hebben het niet voor niets in onze inventaris zitten. Is alleen maar handig. Hebben we tenminste echt een beetje een useful platform. Of een iets waar we uiteindelijk weer dingen op kunnen bouwen. Ik vind het wel leuk, zeg maar, dit. Zeg maar, deze serie. Om elke keer, zeg maar, je wereld uit te breiden. Met alleen maar spullen die uit Lucky Blocks komen. Je komt soms echt de gekste blokken tegen. Gewoon. En dat is natuurlijk hartstikke fantastisch. Oké. We gaan dus nu weer even deze kant op. Want ik zie dat hier namelijk nog een aantal Lucky Blocks staan. Die kunnen we natuurlijk gelijk weer lekker gaan openmaken. Ja, dat zag ik inderdaad niet aankomen. En nog steeds heb ik een probleem, want ik ga namelijk elke keer out of the world vallen. Dus dat betekent dat ik elke keer mijn cheats moet aanzetten. Om dan heel even snel een game mode 1 te gaan en naar boven te vliegen. Want ik moet natuurlijk weer proberen daarop terecht te komen. Ik heb echt heel veel ongeluk de afgelopen tijd in Minecraft. Jongens, valt mij toevallig op. Echt bizar veel gewoon. Ik weet niet waardoor het komt. Ik bedoel, hey, normaal gesproken ben ik wel een gelukshebber in games zoals dit. Maar de afgelopen tijd valt het een beetje tegen. Maar nevertheless, we vallen hierop terecht. Hoppakeetje. En dan kunnen we weer verder gaan. Volgende Lucky Block, jongens. Ben je fucking. Wauw. Gewoon. Oh. Dit is echt het mooiste wat ik had kunnen meemaken. Ik noem dit maar even een geluk bij een ongeluk. Super toevallig. Ik bedoel, er gaat in één keer een stuk van mijn platform weg, waardoor ik bijna out of the world val. Maar ik word toch nog opgevangen door een mooi stukje lava. Of ja, lava. Het was niet echt een stukje lava, maar jullie snappen wat ik bedoel. Volgende. Wat zit erin? Appels. Dat is handig. En rennen voor je leven. Anders duurt het maar even. Ik begin me echt ongelooflijk te irriteren op dit moment, jongens. Dit is echt
99% ongeluk gewoon. Er is echt gewoon 99% ongeluk. Ik snap niet waarom. Waar heb ik dat aan te danken? Ik bedoel, deze aflevering was juist de bedoeling dat ik weer positief zou beginnen met dus een wall of fame en alles erop en eraan. En dan word ik op zo'n manier aangevallen eigenlijk. Het is echt super naar. Maar oké, ik ga dit achter de schermen weer even fixen, jongens. We gaan gewoon lekker door. Ik bedoel, het is niet voor niks ons testplatform. Ik durf deze niet kapot te maken, want ik kan daar wat naars in zitten. Ik ga even kijken wat het is. Het is iets goeds. Oké, dat betekent dat we die dus gewoon kunnen openmaken nu. Moet ik wel voorzichtig doen daarentegen. Zo, kijk jongens, dat is toch hartstikke mooi. Kunnen we gelijk even die cobblestone meenemen, want dat is natuurlijk weer een mooi bouwmateriaal om verder mee te bouwen. Ik vind het wel leuk hoe we zeg maar alleen kunnen bouwen van dit soort bouwmaterialen zoals cobblestone en zo. Normaal gesproken zou je dus zeggen dat je met diamonds veel blijer bent dan met een stukje steen. Maar in deze serie ben ik met een stukje steen veel blijer dan met een diamond. Want met een stukje steen kan ik namelijk mijn platform uitbreiden en met een stukje diamond niet. Dus dat is wel mooi. Maar ik ben eigenlijk ook een beetje aan het nadenken wat ik nou wil gaan bouwen. Heb ik namelijk al op dit moment genoeg blokjes om mee te bouwen of nog niet? Je zou zeggen dat ik wel genoeg blokjes heb om het platform mee uit te breiden, maar nog niet genoeg blokjes om echt een gebouw mee te maken. Wat eigenlijk wel belangrijk is. Dus ik ben even aan het nadenken of ik een idee heb voor een bepaald gebouw. Of dat ik eerst toch even gewoon heel simpel dit zo doe. En er gewoon voor zorg dat ik mijn platform alsmaar blijf uitbreiden. Zo, ik blijf dit zo lekker plaatsen. Dat ziet er helemaal fantastisch uit. Heb ik nog iets anders over om mee te bouwen? Jawel. Ik heb nog mooie slabs over. Oh shit, heb ik verkeerd geplaatst. Dat was niet de bedoeling. Zo, nice. Zo, en dan zo. Nou, jongens, zoals jullie kunnen zien, het begint al ergens op te lijken. We hebben in ieder geval, eigenlijk begint het helemaal nergens op te lijken. Het ziet er echt super lelijk uit, to be honest. Maar je weet toch, we doen ons best, jongens. Het is gewoon de bedoeling dat het zo groot mogelijk wordt. En of het niet heel erg mooi eruit ziet, maakt op dit moment nog niet heel erg veel uit. Oké, let's get it, man. Ik pak de Lucky Box erbij. En we gaan eens even kijken of we hier wat mee kunnen. Oh. Allemaal cats, of kittens, of pussycats, I don't know how you want to call them, maar we kunnen in ieder geval die ook weer namen geven, dat is wel leuk. Well, there's your problem. Oh my god, jongens, dit blokje gaan we natuurlijk nooit meer weg kunnen krijgen, dat is niet zo erg fijn. Oeh, enderpearls. Hebben we eigenlijk ook niet zoveel aan. Misschien dat ik een leuke mod installeer, speciaal voor deze serie, als jullie dat een leuk idee vinden. Laat in de comments weten of jullie dat willen. Misschien een mod die de Lucky Skybox serie een stuk leuker maakt dan die eigenlijk al is. Droppers. Oké, heb ik daar wat aan? Misschien wel, misschien niet. I don't know. Ik heb in ieder geval wel van dit soort dingen gekregen, maar die laat ik ook even lekker voor wat het is. Ik vind sowieso het openmaken van Lucky Box altijd wel leuk. Je krijgt echt super rare dingen eruit, you know. Gold heb ik niet echt nodig, to be honest. Nog weer gold. Ik zei net al dat ik het niet echt nodig had. Hey, hallo Octo. Hoe gaat het met jou? Het gaat niet goed? Nou, dat spijt me. Bij deze. Zo. Ik hoop dat het nu beter met je gaat. Ik heb hem echt zo hard genaaid. Weet je wat we wel kunnen doen? We kunnen proberen een troon te maken voor onszelf. Dat lijkt me wel een vet idee. Onze eigen troon. Is dat niet awesome? Ik vind persoonlijk van wel. Dan moet ik daarentegen wel even natuurlijk een workbench hebben. Heb ik een workbench? Ik geloof eerlijk gezegd van wel. But I'm not sure. Dus wat we doen is give the tuber one workbench. Workbench. Oh. Oké, sorry. Nu ga ik eigenlijk wel praten. Het is nu eigenlijk crafting table. Workbench 1 is het waarschijnlijk. Dus workbench en dan... Oh shit. Zo, shit, wat doe ik allemaal? Oké, we gaan even opnieuw. Workbench 1. Workbench is het niet, dan moet ik je even zo doen. Ik heb namelijk echt even zo'n ding nodig, jongens. Oh, is het crafting table nog steeds? Wat? Ik dacht dat het inmiddels workbench heette. Dat is een grote fout van mij. Oké, die zetten we even hier zo neer. Wat ik namelijk wil doen, is ik wil dus een troon gaan maken. Wat heb ik daarvoor nodig? Daar heb ik gold blocks voor nodig. En diamond blocks en emeralds. Alleen, ik denk niet dat dit genoeg is voor een troon. Maar misschien uiteindelijk dat we er wel een troon voor kunnen maken. Dus doe het zo lang even hierin. Het zou leuk zijn. Gewoon een troon op een fucking skyblock. Like, oké, dat is redelijk nieuw voor de meeste mensen, denk ik. Oké, we gaan deze hier neerzetten, jongens. Let's go. Wat zit erin? Oeh, dat is wel episch. Kan ik eentje van opdoen misschien? Oh, hoe zie ik er nu uit? Hetzelfde. Dat hoort eigenlijk niet te kunnen. Ik hoorde dan eigenlijk anders uitzien, maar dat werd niet echt Oh, dit ziet er wel cool uit. Cool, we gaan verder. Let's go, jongens. Oh, sorry, het spijt me. Geen rainbow schapen toegestaan op mijn eiland. En jij bent ook niet toegestaan. En jij bent ook niet toegestaan. En jij bent speciaal, dus jij mag daar naartoe. Zo, die leeft gelukkig nog. Of hij is toch out of the world gevallen. Ik weet het eerlijk gezegd niet. We gaan verder, jongens. Let's go. Oeh, TNT. Zullen we gewoon we gaan gewoon beginnen met het maken van een huisje. Weet je, dat gaan we gewoon doen. Waarom niet? Ik bedoel, we hebben daar al een huisje, dus laten we gewoon een tweede huisje maken. Maar voordat we een tweede huisje kunnen maken, hebben we daar natuurlijk wel eerst even een platform voor nodig. Een iets groter platform. Dus wat we doen is, we gaan hier beginnen met het maken van een iets grotere platform. Dus doen we gewoon zo. Hop, 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 hop. En dan hier ook weer hop, hop, hop. Heb ik nog iets anders? Ik heb hier nog twee sters. Daar kan ik ook wel iets mee. Nice. Zo. Oké, dat is helemaal fantastisch. Nou, dan gaan we weer verder, jongens. Dan gaan we dus nu even die kant op. En dan gaan we eens even kijken. Of nee, wacht even. Ja, inderdaad. Dat is natuurlijk mijn testpaneel. Want als ik hier namelijk Lucky Box ga openmaken, zal ik meteen de hele wereld weer weggeblazen. Gebeurde de vorige aflevering namelijk maar net even iets te vaak, waardoor ik het niet meer durf. Oké, let's go.
Oh, dat waren superveel paarden. En ik zeg, wederom, geen paarden toegestaan. Dat paard gaat waarschijnlijk nooit meer de mooie, wondere wereld van Minecraft kunnen ervaren. Oh my god, jongens. En toen was iedereen en alles kapot en dood. Maar dat is niet erg, want we hebben hier toch alles van Bedrock. Oh, nice. Kijk, let op. Deze gaat even kapot. Zit er TNT onder? Zul je net zien van wel. Dan ben ik echt zo blij dat ik het op deze manier heb aangepakt. Zit er TNT onder? Ik denk eerlijk gezegd van wel, jongens. Nee, er zat geen TNT onder. Dat is heel mooi. Want kijk, nu hebben we namelijk weer wat meer cobblestone erbij. En laat dat nou net heel erg handig zijn. Want zoals ik net al zei, ik wil graag een huisje maken. Wordt natuurlijk wel een heel apart huis. Want we moeten het nou eenmaal doen met de spullen die we uit Lucky Box hebben gekregen. En dat is niet heel erg gevarieerd. Eigenlijk is het juist te gevarieerd. Dat is misschien juist een beetje het probleem. Het is een beetje te veel van het goede. Kunnen we toevallig deze meenemen? Nee. Oeh, ik kan wel die iron blocks meenemen. Dat is op zich wel nice. Die kan ik op zich dus gewoon ergens tegen aanzetten, of niet soms? Kan ik die bijvoorbeeld daar tegen aanzetten? I don't know. Zullen we hem gewoon even hier zo neerzetten? Kijk, hier wil ik hem eigenlijk tegenaan. Kan dat? Nee, dan valt hij gewoon out of the world. Time set D. Nice. Oké, even kijken. Hoe groot willen we hem hebben? Ik denk op zich dat dit wel redelijk oké is. 2, toch? 2 deze kant op. Ja, jongens, kijk eens aan. Als we hier nou nog 4 blokjes hebben, dan kunnen we beginnen met ons huisje. Gaat er waarschijnlijk niet zo mooi uitzien als die, want dit wordt een iets eentoniger huisje. Maar we gaan ons best doen. Maar dat is wel iets voor de volgende aflevering. Dus vond je deze nieuwe Lucky Block... Lucky Skyblock, dat is het. Vond je deze nieuwe Lucky Block Skyblock... Ik kan het echt niet uitspreken. Vond je deze nieuwe Lucky Skyblock aflevering nou leuk? Dan kun je even een blauw duimpje omhoog laten. Een leuke reactie achter. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je op de Wall of Fame wilt komen. En dan gaan wij de volgende aflevering kijken of we weer een aantal Lucky Blocks kunnen openmaken. En of we met de materialen die uit die Lucky Blocks komen misschien een huisje kunnen gaan bouwen. Wordt wel echt een heel lelijk huisje, denk ik. Want ja, het moet nou eenmaal met de spullen die uit Lucky Blocks komen. Dat zijn best wel heel veel verschillende soorten rare voorwerpen. Maar dat moet goed komen. Het was je voor de tuber. En tot de volgende keer. Adios. Dames en heren, dit was het weer. Vonden jullie mij... Wacht even. Vonden jullie deze video nou leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Abonneer op de YouTube kanaal van DutchTuber. En dan zeg ik ook weer adios.